Meneer de burgemeester, het is een drukte van belang hier in Middelburg. Ja, het ziet er alleen maar prachtig uit en mannen, hartelijk welkom in Zeeland en geweldig dat jullie de start hier in Middelburg vertrekken. Ik wens jullie allemaal een sportieve race toe, maar weet wel, er kan er maar één de beste zijn en ik ben benieuwd wie dat voor jullie gaat worden. Heel veel succes toe. Er zijn erbij, die melden zich nu wel aan hier op de voorstart. Krijg steken het handje op. Ik sta straks op het podium. We gaan het zien. Een van de mannen van die groep Gouwen. We hebben dus zometeen het geneutraliseerde vertrek van deze wedstrijd. De Tax Pro Classic. 1 minuut voor de start. 1 minute remains to the start. 1 minuut avant le départ. Koersdirecteur Mathieu Hermans uit het dak van een van die auto's van autobedrijf Melze. Mobiliteitssponsor van deze Tax Pro Classic. Bijgestaan door Dennis Raadgever met Raad en Daad. Assistent koersdirecteur van deze Tax Pro Classic. Zometeen dus het geneutraliseerde vertrek. Inmiddels heeft de burgemeester het startpistool op scherp staan. Gaat zometeen klinken voor het startsein hier vanuit Middelburg. Het Middelburg van de burgemeester Harold Bergman. Samen met wethouder Chris Simons hier aanwezig met de heer Keesbal. Namens de Tax Pro Classic gaan we er bijna aan beginnen. De start this race neutralized. Een small 5K, een kleine 5 kilometer dus. Neutralisatie van deze wedstrijd. Dan gaan we door de mooie provincie Zeeland. Dan gaan we straks de polders in. Waar de wind ongetwijfeld van deze mannen partner zal gaan spelen. En mogelijk scherprechter zal zijn voor deze tweede editie van de Tax Pro Classic. We kijken naar de koersdirecteur, je wordt er al afgeteld op Radio Tour. Simone is er stil, daar nog geen berichten. Zometeen gaan we aftellen hier onder de boog van Tax, de naamgever en main sponsor van dit event, de Tax Pro Classic 2018. We gaan aftellen en dat betekent vanaf dit moment 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dit maar start met een pief patoef, jawel, daar klinkt hij een startschot gegeven door de burgemeester Harold Bergman. En daar gaan we op pad met ruim 100 mededeelnemers. De tweede editie van de Tax Pro Classic hier vanuit Middelburg. 205 kilometer liggen er voor deze mannen te wachten. Vanaf 4 uur live uitzending met Omroep Zeeland. En uiteraard bent u ook meer dan welkom op Delta Park Nielsen Janssen om de finale mee te maken daar. Rond 4:15 zullen we de mogelijke finishtijd gaan hebben van deze tweede editie van de Tax Pro Classic. Alles in beweging. De volgerscaravaan natuurlijk ook met de juryauto's namens natuurlijk Auto Melze hier in beweging. De bezemwagen natuurlijk ook namens AMZ en alle ploegen die in beweging gaan richting Delta Park Nielsen Janssen. Vanaf deze plaats danken we uiteraard Harold Bergman, de burgemeester van Middelburg, voor de gastvrijheid van het starten van deze.